even voor de zekerheid. De slechte in mijn herinnering was altijd een mooie winkel. Ik bedoel, je ging altijd daar uur, kon je daar, als het regende, kon je zogenaamd naar boeken gaan kijken. Tot het droog was buiten, niet waar. Wat is er aan het concept, want dat heet tegenwoordig concept, niet waar. Wat is er aan veranderd, Rob? Nou, er is nogal veel veranderd. Wij zijn eigenlijk een van de weinige winkels in Nederland die zowel tweedehands boeken als ramsboeken verkoopt, als voordeelboeken. En in het verleden, dat is eigenlijk heel erg uniek, en in het verleden hadden we die op aparte afdelingen staan, hadden we een grote afdeling tweedehands en een grote afdeling nieuw. En dat betekende dus dat mensen die binnenkwamen op twee en soms zelfs op drie plaatsen moesten zoeken naar een boek waar ze naar op zoek waren. Nu hebben we dat gewoon in de rubriek onderverdeeld. Dat is een van de dingen die je ziet. Ik probeer net zo snel te spreken als jij. Ja, gaat je lukken. Gaat lukken. Gaat lukken, hè? Een beetje oefenen doorzetten. Dan. Een van de dingen die we dus echt hebben veranderd is dat alle boeken die we hebben in 7 rubrieken zijn onderverdeeld. Zodat onze klanten hier net even iets makkelijker hun boek kunnen vinden. Dat is 1. Dus gewoon, even samengevat, als ik een boek zoek over, of het nou 2,5 of nieuw is, over kinderen, dan moet ik bij kind en jeugd moet ik kijken. Daar bij kind en jeugd kijken, ja. Okay. Inderdaad. Jij moet alle 4 kanten wijzen. Ja. Dus dat, zo simpel is het inderdaad. Verder zie je, en dat is, wij hebben heel veel vaste klanten, dat vinden we ook hartstikke leuk. En vaste klanten moet je natuurlijk ook een beetje verrassen met nieuwe aanvoer. Nou, in de tweedehands zat dat allemaal rug aan rug naast elkaar. En daardoor, veel klanten vonden dat wel leuk om tussen te snuffelen. Maar klanten met minder tijd moesten daar iets te veel tijd aan besteden. Dus we hebben overal in de Lundia's, zoals je ziet, het zijn gewoon de oude Lundia's die we vroeger ook hadden, paarse biezen gemaakt en daar presenteren we elke keer wat we vers hebben aangekocht. Maar dat zijn maar details, maar daardoor word je net een beetje meer geprikkeld om naar boeken te kijken. Daardoor zie je ook een beetje beter over wat voor soort boeken er gaat in die kast. Grappig is natuurlijk, we kopen ontzettend veel. Onze Hans Verdergaal en zijn collega's kopen hele mooie partijen tweedehands boeken in. In kassen die daar staan, kunnen ze dat soort partijen heel mooi presenteren. Dus als u een van u straks een hele mooie verzameling heeft en u wilt dat anders kwijt, dan hebben wij een hele mooie plaats om weg te zetten en voor andere klanten hier weer een leuke plaats om hem te kopen. Nou, dus we komen helder. Ja, dat is verhaal. En dat kost een 3 jaar om met allerlei stuurgroepen en projectontwikkelaars om het allemaal voor elkaar te krijgen. Nee, we zijn aan het begin dit jaar. Dat is wel leuk dat je dat vraagt. Begin dit jaar zijn we met een aantal mensen intern bij elkaar gezeten. En het is eigenlijk heel bizar, want er zijn nu heel veel mensen in onze winkel. We hebben het NRC gehaald, het Algemeen Dagblad gehaald, terwijl we eigenlijk een relatief... NRC? Oh, moet er gelijk uitkankeren, die gasten. Het komt als morgen in de krant. Nee, maar dus, nee, het is wel leuk om te vertellen. Wij zijn natuurlijk eigenlijk best wel een klein bedrijf. We hebben maar 18 winkels in Nederland en 9 in België. Maar we hebben een enorme exposure van de pers, want dat blijft ook iets bijzonders zijn. Dus ja, nou, dat willen we eigenlijk hier laten zien. Maar je had een vraag gesteld, die ben ik kwijt omdat je me onderbrak. Ja, dat is een stuurgroep. Nee, het is aan het begin van het jaar zijn we bij elkaar gekomen met onze bedrijfsleiders en een aantal andere mensen die een beetje een gevoel van markt hebben. Met elkaar ook gezegd, wat zijn we nou? Nou, we zijn gewoon uniek in ons soort. Je hebt het ook in de krant kunnen lezen, of je leest het morgen in de krant. We hebben eigenlijk geen concurrenten. Er is maar 1 bedrijf die dit doet, die zoveel tweedehands boeken en zoveel rams bij elkaar brengt onder 1 dak. En dat zijn wij. En daar zijn we ook kei trots op. Nou, dat willen we eigenlijk weer terugbrengen. Wat je hier ziet, het is maar een detail, is een inkoopbalie. Dus de enige winkelketen in Nederland en België die op deze schaal inkoopt, is Boekhandel de Slechte. Nou, laat dat zien. Wij laten het hier een beetje mooi zien, dachten wij zo. Hè? Dit is de inkoopbalie. Hier is het. Als je daar kijkt, staat er inkoop van boeken. Die van is nog bij een andere tweedehands leverancier terechtgekomen. Helaas hebben we dat niet voor elkaar gekregen. Maar dit is dus de inkoopbalie. Wij doen dat. Hij is vrij groot, die inkoopbalie. Wij kopen in alle winkels. Ik mag ook de verkoopbalie nog wat groter is. Nee, de verkoop vind je in de rest van de winkel. Oh, eigenlijk. Die boeken verkopen zichzelf straks. Nee, het is wel grappig om dat te vertellen. Wij kopen dus jaarlijks ergens tussen de 2 en de 3 miljoen boeken in onze winkels. Dat doet niemand ons na. Niemand ons na. En we hopen dat dat meer wordt de komende tijd, vanzelfsprekend. En daarom hebben we dat zeer nadrukkelijk. Neem even op. Ja, en met de slechte. U bent live in de uitzending. Ja, nee, is wel dolle, ja. Nee, je hebt geen 15 uitzending gewoon. Nee, maar kom je gezellig even langs. Ja, oké, hartstikke goed. Dag. Dag. Ja, weer een klant minder, dankjewel. Lekker met jezelf, weet je. Ja, dat is het verhaal. Ja, oké. Okay. Nou, Rob, dat is voorkomen helder. Ik bedoel, je hebt het heel erg duidelijk uiteengezet. En we gaan het eraan toevoegen. Jij wou geen officiële openingshandeling. Dus ik had nog het idee gehad om, laten we zeggen, heel goed daarachterin iemand naar het ballonnetje springt. En daar kan je erbij! Kan je hebben? Nee, ja, heel goed. Nou, daarmee is de zaak officieel geopend. Dat vind ik eigenlijk, ja. En iedereen natuurlijk kan lekker snuffelen. En je van harte welkom. Ik zie dat al naar gelang je dat wenst. Dus ik heb ook mensen die dat per se niet. Maar dat doe ik ook. Die mogen eigenlijk doorlopen. Buiten wordt even opgewacht door 6 man. Maar, dat moet misschien wel aardig om te zeggen. Dat een van mijn boeken van mijn oude uitweg van uitgeverij Wissel dit jaar. Ik ben van... Ik zeg het niet, maar ik ging van dit jaar van
eigen verdiep in Amsterdam naar de Bezig Bij in Amsterdam. En er waren nog een aantal exemplaren van een boek waar ik zelf overigens erg aan hecht, FC Dood. Waarin onder andere de complete Golding verhaal zit. Dat was nog bij Nijgen in de schappen. Dat is nu hier terechtgekomen. En dat is een, met een coverfoto van Anton Corbijn. Dus dat kunnen we ook nog doen als u daar belangstelling voor heeft. En als je van de Golding houdt, dan moet je het zeker doen. Want het hele verhaal staat erin. Rinus, Cesar, Berry en George. Hij is officieel geopend, een bonnetje en zo. Wat kan ik er aan toevoegen? Nou, eigenlijk volgens mij niks. Mijn idee was om een flesje Parnlex te spuiten. Maar dat vond ik niet zo goed plan, hè? Het spotschoten dan. Ja. Nee, dus had ik net helemaal nieuw gestoken. Dus dat wil zeggen dat het is een heugelijke dag voor Den Haag. De Sint is veilig aangekomen in Scheveningen. De slechte nieuwe stijl is ook geopend nu. Kortom, niets staat van aangename zaterdagmiddag meer in de weg. Mag ik het daar belaten, Ron? Absoluut. Oké, bedankt dames en heren.